Welkom in Amsterdorp. Ik ben Joop Voet, wijkbeheerder bij Rochdale en dit is de wijk die ik beheer. In mijn wijk wonen bijvoorbeeld veel oudere mensen, reguliere huurders die gewoon via woningnet binnenkomen. We hebben een stukje middensegment, we hebben de vrije sector. Maar wat ik ook heb zijn studenten met statushouders op gemixte wooncomplexen. Eigenlijk zeg ik wel eens, ik heb ze allemaal. Wat ik merk aan onze huurders is dat mensen steeds kritischer worden. Misschien soms ook wel hogere verwachtingen hebben. En dat komt omdat een woning is gewoon heel erg schaars. Dus je hebt niet te kiezen. Dus ik merk als ik meer tijd voor ze vrijmaak en die persoonlijke relatie aanga, ik tot betere gesprekken kom. Nou, een situatie waar ik wel trots op ben, is op het moment dat je met een huurder een relatie creëert. En dat probeer ik voornamelijk bij onze oudere huurders. Word je ook ingeschakeld als het voor hun echt nodig is. Bijvoorbeeld nu heb ik een oudere dame van in de 86. En zij is onlangs telefonisch benaderd voor een reparatieverzoek zonder dat dat schriftelijk is aangekondigd. Doordat ik haar goed ken en zij mij, belt ze mij persoonlijk en vraagt ze me: Job, hoe zit dit? Kan ik dit vertrouwen of gebeurt hier iets geks? Op ons student-staatshouderscomplex investeren wij heel erg in community building. Het is namelijk heel belangrijk dat de nieuwe Nederlanders zich ook snel thuis voelen. Maar ook snel contacten opbouwen in hun woonomgeving. Want zij zullen eigenlijk alles nog moeten leren over onze maatschappij. En het is heel goed om die dus samen te voegen, maar dan ook wel in te zetten op het stukje community building. Ja, tuurlijk kom je ook in situaties terecht waar je liever niet in terechtkomt. Ik ben wel eens tegen een wietplantage aangelopen. Ik ben ook wel eens tegen een drugslab aangelopen. Ik heb ook wel eens drugsafval ben ik wel eens tegengekomen in een bergingsgang. Dat zijn hele spannende situaties. En je moet vooral eigenlijk letten op je eigen veiligheid, hè. Want de belangen zijn heel groot, het geld wat erachter zit, dat is ook niet mis. Dus dat zijn situaties waar je heel erg op jezelf moet passen en ook heel erg afhankelijk bent van je samenwerking. In mijn werk heb ik dagelijks contact met wijkagenten, soms ook met de GGD, met welzijnsorganisaties. Ook bijvoorbeeld voor het huisvesten van de bijzondere doelgroep, de 10 werkafspraken. Ik heb heel veel te maken met mijn co-makers en netwerkpartners. Mijn stem, wat ik kan zeggen, dat is mijn grootste wapen, mijn grootste verdediging. Dus daar heb ik het meest aan. En wat mij heel erg heeft geholpen is dat mijn teamleider samen met mij kijkt naar mijn eigen ontwikkeling. Dus zo heeft hij me ook aangeboden om het communicatiepalet uit te breiden. En dat zijn toch wel trainingen waar je als wijkbeheerder heel veel aan hebt. Om toch met de verschillende huurders om te gaan.